Regelmatig presenteert Doede van der Hoek nieuwsfeiten uit Harlingen in Afslag Harlingen. En er staat wel zwaar onder druk, want het is eventueel prolongatie natuurlijk van de titel. Je kan alleen maar naar beneden gaan, maar daar gaan we ook niet vanuit. Ja, het is een heel ander soort druk of zo. Ja. In Parijs verwachtte niemand wat van me, denk ik. En nu is het wel anders. Maar ik probeer gewoon relaxed te blijven. En zoals je net zei, met twee benen op de grond. Ja, dat is het. Ja, ik vond het een mooi einde van het interview. Het was wel... Ja. ik vond het leuk dat ze weer even was. Dat we weer even toelichting aan het hebben. Veel succes in Japan. Maar uiteindelijk het ultieme doel is niks meer en niks minder mensen in Harlingen, inwoners van 0 tot 99 te laten bewegen. En daar heen natuurlijk alle verenigingen, instanties, maar ook moet je de faciliteiten bieden. En dat was onze rol als stichtingsbestuur. Van dat sportakkoord 1, daar is een goede basis gelegd. Maar nu gaan we verder met sportakkoord 2 en dat betekent dat we al die doelen uit gaan bouwen. En de gemeente die is daar ook in meegegaan, de gemeente Harlingen, iedere gemeente kan daarvoor kiezen. En dat betekent ook een bundeling van de financiën vanuit het Rijk en vanuit de gemeente en vanuit de provincie. Is dat, willen we dat? Met die twee of drie verenigingen, dan maken we er een project van en dan zeggen we wie wil dat ondersteunen, wie gaat in dat project. Dus het wordt een wat effectiever en efficiënter wordt het zeg maar uitrolt. Dus toen wij wisten dat we gingen verhuizen en nieuw gingen bouwen, heb ik met mijn bestuur ook afgesproken dat we de oudbouw, dus het Rijksmonument, gingen verkopen. Nou, daar hebben we eerst. Ik ben zelf van mening dat dat een maatschappelijke bestemming moet krijgen. Dat kan ook zijn seniorenwoningen of appartementen voor een. Een knarrenhof of zorg, of daar, dat maakt mij niet uit. Daar gingen ook geruchten van eventueel voor een AZC, maar dat is... Wij gaan er niet over wat een nieuwe koper doet. Hè? Nee. En ik heb wel eens gezegd van, als ik het COA was, wist ik het wel. Ik bedoel, daar staat gewoon een pand, dan kun je 180 mensen per direct huisvesten. Ja. De keuken is er. Maar goed, daar ga ik niet over. En bovendien, daar is de gemeente ook verantwoordelijk voor. Hè? Dus niet voor het COA zelf, maar wel voor de vergunning. Nou zeggen, er zijn een hoop originele elementen, daar moet je wel wat mee doen. En wij hebben bijvoorbeeld ook de verplichting om het originele meubilair, wat ooit voor het gebouw gemaakt is. Is trouwens in Vraneker gemaakt, durf het bijna niet te zeggen. Ja, maar dat staat in dat gebouw. Ook en daar komen ook goede dingen weg. Hoor. Soms wel. Nee, maar goed, dat staat in dat gebouw en dat moet ook bewaard blijven. Hè? Want ik heb wel eens een gemeenteraadslid gehoord die zei, goh, ik ben helemaal trots. De Burger King gaat zijn eerste vestiging in Harlingen openen. Toen heb ik hem aangekeken en gezegd, weet je wel waarom de Burger King dat in Harlingen doet? Ze hebben gewoon heel goed onderzoek gedaan naar waar zit de meest... gevoelige bevolking. Nou, die zit gewoon hier. Ja, het is lullig om te zeggen. En daarom gaan we hier zitten. Hier maken we de meeste winst. Nou, we laten ons verdorie toch als Harlingers niet gebruiken voor de winst van zo'n multinational. Tenminste, dat stuit mij verschrikkelijk tegen de borst. Dus, maar goed, we zijn lekker op weg met z'n allen. En ook dankzij de inspanningen met de gemeente en ook de provincie, daar ik een paar weken terug mee heb mogen praten om te kijken van hey, hoe gaan we nu verder. Ook dat is rond, dus in die zin staan we er beter voor dan ooit als het gaat om de geldstromen, laat ik het zo maar even zeggen. We hebben ook het team compleet in de zin van de projectmanagementkant. Maar ook de mensen die zich met de programmering bezighouden, daar zijn we de eerste stappen mee aan het zetten. En we hebben nu dus, heeft de gemeenteraad gezegd van, hier zijn we het mee eens, afsluiten, beperken. Dan komt er een visie van, hoe gaan we dat dan doen? Wat betekent dat dan? Betekent dat bijvoorbeeld op een voorstraat minder parkeervlakken? Betekent dat minder vergunningen, parkeervergunningen op een voorstraat? Dat soort dingen. He, en aan welke kant? En het is een beetje globaal van hoe gaan we dat dan doen? Die beperkingen en die afsluiting van die grote breedplaat. Nou, dat is voor de zomer. Na de zomer komt dan de ontwerpfase van hoe gaat het er dan uitzien? Waar komen groenbakken? En hoe komen die er dan uit te zien? En gaan we nog wat met water doen? En hoe gaat het terrassen? Met de uitstallingen, hoe willen we dat hebben? Dus dan gaat het echt om vormgeving. Hey, ik zak achteruit. Ja. En al eind van het jaar, dan moet er overal wel een klap opgegeven zijn. En dan volgend jaar moet de schop erin. Deze zoutwinning hier in Harlingen, is uiteindelijk
ontstaan in de vorm van ja, op het land allemaal toestanden en ellende, laten we het maar op de Waddenzee gooien. Ja. En ze vergeten Harlingen. Totaal. Ja. Ja? Er is niet één die dacht van hé, daar staat een stad met 650 monumentale panden op staal. En we weten één ding zeker, die bodemdaling komt onder die stad. Nou ja, en zo is dit begonnen, 7 jaar geleden. Nou, en dan kan je een actiepartij worden en dan kan je gebaseerd op actie en we willen niet en nee zeggen en spandoeken en whatever. Ja, ik had al lang deur, dat is niet de manier waarop je dingen kan realiseren. Dus in gesprek, maar wel vasthouden was het best. Ja. En toch nog een vraagje, want die metingen die lopen nog steeds naar elkaar. Daar heb je hem zelf ook nog zicht op. Zeker, zeker. De grootste afwijkingen, schrik niet, vlakbij de huis, binnen in de fabriekstraat. Er komt zoveel meer boven water dan iedereen denkt. Waterpeil, aardbevingen, het allemaal invloed op datgene wat hier in Harlingen zich plaatsvindt. Ik denk bijvoorbeeld dat Trebol, 16 appartementen, allemaal warmtepompen, wel eens dusdanig die waterhuishouding onder de grond aanpakt. Ja, zonder dat iemand daar over nadenkt, dat we daar die effecten van zien, dat daar zo'n enorme bodemdaling, rare dingen gebeuren onder die fabriekstraat. Dat zie je niet aan de bovenkant. Nee. Maar die meter, die doet heel rare dingen. Maar dat heeft dus niks met die zoutboringen te maken, of zit dat het puur te maken met die, die warmtepompen? Ja, ja. Het is eigenlijk een bubbelscherm, een buis met bubbels op de bodem van de rivier. Die ligt in een bepaalde hoek en rivierwater gaat altijd zeewaarts. Dus in dit geval sluiswaarts richting de sluis hier. En voor de sluis komt hij te liggen, want de sluis spuit ook heel veel. Dus er gaat heel veel plastic en heel veel rotzooi mee. En door dat gordijn van bubbels wordt de plastic tegengehouden. En wordt het aan de zijkant, aan de oever, wordt het opgezogen. En daar ga ik ook weer bijdrage aan leveren trouwens. En het afval te monitoren met vrijwilligers en dergelijke.